De afdeling kapitale delicten heeft de 22-jarige Chawila R. op zondag 9 juli omstreeks 12 uur 's avonds aangehouden. Chawila wordt ervan verdacht op vrijdag 6 juli de 55-jarige Marjorie Willem op brute wijze van het leven te hebben beroofd. De politie van regio Paramaribo deed de plaats van het delict aan na een melding te hebben gekregen van het misdrijf. Het voorlopige onderzoek wees uit dat Marjorie, die een leidinggevende functie bekleedde, op 6 juli vroeg aan het werk verscheen. Korte tijd later is zij badend in haar bloed aangetroffen. Het verdere onderzoek is gelijk overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Chawila is toen in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden. In eerste instantie ontkende de vrouwelijke verdachte enige betrokkenheid te hebben in de levensberovingszaak van Marjorie. De feiten en omstandigheden wezen echter het tegendeel uit. Na heel wat omwegen tijdens haar verhoor kwam Chawila uiteindelijk tot een bekentenis. De 22-jarige Chawila is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.